Ja, we hebben vanavond een eindtoets gedaan, toets 4 van het rondvaartopleiding, het rondvaartschippersdiploma op deze boot hier ligt, de Van Gogh. Dat is een examen voor het rondvaartschippersdiploma. Dat heet formeel vrijstelling vaarbevoegdheid groot vaarbewijs beperkt vaargebied. En eigenlijk is dat een vorm van het groot vaarbewijs, maar speciaal voor de rondvaart. Het is ook heel specifiek toegespitst op ook met mensen werken. Dus niet alleen dat je de boot kunt varen. En in Amsterdam is dat trouwens nog best een ding hoor, met al die nauwe bruggen. Nou, je hebt het net gezien. Maar bovendien ook, er komt een heel hospitality verhaal bij. Je vaart soms met 60, 70 mensen aan boord. Dus ook dat hele veiligheidsaspect wat erbij komt. Je verantwoordelijkheid als schipper die daarin zitten. En dat komt allemaal in deze opleiding komt dat samen. En dat vult dus echt een gat in de markt, zou ik willen zeggen, omdat nu hoef je niet het groot vaarbewijs te halen, waar je 4 keer 180, oftewel 720 vaardagen voor moet maken op een binnenvaartschip. Dus dan moet je deksrobben en roestbikken. Maar nu ga je meteen op een rondvaartboot met leermeesters en instructeurs die daar speciaal voor opgeleid zijn, die ook werken zelf als rondvaartschipper, dus je ook weten wat daar van je verlangd wordt, leer je specifiek dat vak. En dat kan met 180 vaardagen, 90 voor de opleiding en 90 binnen de opleiding. En dan haal je dus dit rondvaartschippersdiploma, zoals wij het voor het gemak noemen. Er zijn een paar aanbieders. Wij zijn inmiddels een van de vooraanstaande erin, durf ik wel te zeggen. En vanavond hebben we weer een kandidaat gehad. We zijn nu aan het wachten. De examinatoren van het CBR die zitten aan boord en die gaan op dit moment een oordeel vellen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf een goed gevoel bij heb. Want het was een goed vaartje. Ik ben Paul Brandt en ik heb een opleiding gedaan bij Vaarplezier, of voor rondvaartschipper. Dus groot vaarbewijs voor beperkt vaargebied en dat is dan geldig onder andere in Amsterdam, op de grachten van Amsterdam. En ik had vandaag het examen en ik ben geslaagd, dus dat is mooi. En ik had een casus gemaakt, dus een route voorbereid en een praatje gedaan en een paar belangrijke moeilijke bochten gemaakt. En de route was Singelgracht, Leidsegracht, Keizersgracht, Brouwersgracht, Eiover. Een stukje ei moet daarbij zitten. En dan terug over de Prinsengracht. Ik vaar al over de grachten, maar ik kan nu natuurlijk op de grotere boten varen. En dat ga ik doen als freelancer. Ik heb ook nog een baan, dus ik ga 1 dag, 2 dagen ga ik me aanmelden bij een rederij. Nou, ik moet eerst een pasje krijgen. Dan kan ik de boer op. Nou, je moet je ervan uitgaan dat er in de Amsterdamse grachten, denk ik dat ongeveer tussen de 20 en de 40 mensen deze opleiding doen. Ja, en dat betekent dat je vanaf dat moment elk passagiersschip, dus beroepsmatig meer dan 12 passagiers aan boord kunnen hebben, dat dan met een groot vaarbewijs dan wel dit rondvaartschippersdiploma gevaren moeten worden. En daar zijn er best wel wat van in Amsterdam, die open rondvaartboten die nu met klein vaarbewijs gevaren worden. Dus we zitten nu te wachten tot het ministerie die datum bekend gaat maken. Wanneer houdt dat op? Wanneer mag dat niet meer? De verwachting breed in de branche is een beetje 2024, dus op dit moment over 2 jaar. En dan gaan we ervan uit dat op dat moment moeten die mensen dat hebben. Dus in tussentijd zullen we nog best een hoop mensen ook het diploma moeten laten halen om te zorgen dat al die boten gevaren kunnen blijven worden.